Collins, I be my... Alle mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer woensdag en spelen we City Skylines, zoals het gewoonlijk gewoon op woensdag is. En we gaan weer natuurlijk verder uitbreiden de stad. We gaan hopelijk dit nu volbouwen. Ik heb het net opgesteld, ik zag dat heel veel mensen ziek waren. Ja, ziek. Dus we hebben een probleem met ziekenhuizen. En dat kan ook wel kloppen, want we hebben daar en daar een ziekenhuis. Hier hebben ze, genoeg van, daar hebben we er twee van. Maar, 480 zijn ziek, maar zijn ziek. En we hebben maar 200 plekken ervoor. Dus we moeten, of die, kijken, deze geeft, hoeveel plekken rest onderin zien jullie, daar stond het net, 100. En deze geeft 500. Dus ik denk als ik even ga sparen en even de tijd gaat doorspelen, zodat ik 65.000 heb, dat ik die dan hier ergens midden in de stad plaats. Dat alles wel een stukje beter gaat. Vuilnisproblemen, denk ik dat die worden opgelost nog. Omdat ze natuurlijk allemaal nog aan het rijden zijn. Hier kan ik het ergens zien, hier vuilnis. Het zit in het groen. Het is alleen gewoon een enorme file van, kijk, ik zit van vuilniswagens. Niet die, deze. Even kijken, stoplichten. Deze. En dan even kijken, hier zie ik overal stoplichten staan. Dat moeten we niet hebben. Daar ook. Hebben we nog ergens anders stoplichten? Op die kleine wegen zitten volgens mij geen stoplichten. Daar zijn nog stoplichten. En daar. En volgens mij waren ze dat dan wel weer. Daar geen stoplichten. Hier geen stoplichten. Wel een hele drukke bus. Even kijken, we hadden vorige week, of dat is dat die week daarvoor nog, want we hadden deze week natuurlijk, of de vorige week, hadden we de Minecraft week. Even kijken, hadden we de metro neergelegd. Want er zijn wel 50.000 en de metro wil ik eigenlijk helemaal hier naartoe laten lopen. Maar, wat ik ook zei toen, is dat we misschien dit gaan weghalen. Dit kruispunt ook daar even plaatsen. Want we konden hier heel veel bomen. Bomen kan je ook weer gebruiken voor industrie. Kijk of ik dat kan laten zien. Ik weet niet of ik dat kan laten zien nu. Kijk, als ik hier opdruk. Dat is deze. Die. Kijk, je hebt hier forest industry. Dus dat is voor bomen en alles. En je hebt ook gewoon farm. Dus dat zijn groentes, alles erop en eraan. Ores. We hebben olie en we hebben gewoon het normale wat we hier hebben. Want zoals we hier ook kunnen zien, wel een beetje. Ja, zijn de wegen best wel druk. En ik zie dat we ondertussen op 80.000 zitten. En nog steeds niet genoeg hebben. Dus moet even kijken. Daar past het niet. Daar past het eigenlijk perfect. Dus het midden in de stad. Zo. Even kijken. Hebben we de brandweer nog genoeg? Nee. Dus ik denk ook meteen voor deze gaan sparen. Die 60.000. Oké, dus als we dat even allemaal af doorspoelen, dan kan ik nog even kijken. Dus dat gaan we straks doen. Dus de snelweg daarheen laten maken. Misschien dit hier ook nog laten iets verder maken. Zodat de stad nog meer. Zodat we misschien wel de 20.000 inwoners kunnen halen met dat. En dat we dit eigenlijk gewoon hier helemaal langs de kust verder maken. En dit dan gewoon een eenrechte lijn zo. Ja, ik denk dat het een strak plan is. Elektriciteit zitten we nog goed mee. Water daarentegen valt eigenlijk heel erg mee. Maar daar zitten we met ons budget. Ja, ik zie ook dat het heel erg omhoog is gegaan. Ik weet niet eens of het nodig is. Volgens mij wel, ja. Ja, water zit toch gewoon op een normaal budget. Dus dat kan ik eigenlijk gewoon nog wel verhogen. Dat budget. Zo, hoppakee. Nou gaat er wel wat inkomsten weg van ons. Het zal dan heel erg drastisch gaan dalen. Maar... volgens mij is dit allemaal goed. Kruispuntje lopen hier goed. Dit werkt ook gewoon mooi. Deze hier is nog steeds heel druk. En daarom wil ik dit weghalen, omdat het gewoon heel veel verkeer veroorzaakt. Vandaar. En ik denk ook dat ik dit zo wil doen. En dan dat je via hier zo een snelweg eronder gaat, dat je dan een weg daarheen krijgt. En dat je ook zo doet. Dan kan je in één keer vanaf de stad kan je zo heen, hoef je niet zo en zo te gaan. Ik vind dat wel een heel sterk plan is, want dus heb ik 60.000 al gehaald. Dus kunnen we groot brandweer plaatsen. Kijk, was er een goede plek hiervoor? Even kijken.
Daar past hij, ja, daar past hij perfect tussen. Oké. Dit is eigenlijk ook te weinig. En hoeveel heb ik hiervoor nodig? Ook 60.000. Scholen daarentegen ook veel te weinig, zie ik. High schools ook veel te weinig. Maar ik denk dat ik hier gewoon even één daar plaats. Één daar plaats. En ik zie toch wel ondertussen een enorme file is gekomen. Waarom is dat? Waar stoppen jullie voor? Komt omdat ik een stoplicht heb uitgeschakeld. Want net liep het allemaal heel goed. Even kijken, dat is deze. Dus als ik hier alle stoplichten aanzet, wil je zeggen dat alles beter gaat lopen. Kijk, hier zat geen stoplicht. Hier ging het gewoon door. Maar waarom stoppen jullie hier? Jullie hoeven hier niet te stoppen. Jullie kunnen gewoon hierheen. En dan vanuit hier gaan jullie daarheen. En die daarheen, die daar. Ik doe dat wel even zo. En dan deze gewoon rechtdoor. Daarheen en daarheen. Oh nee. Daarheen en daarheen. Ik kan op pijn. En die daarheen. Zo. Dan gaat die natuurlijk gewoon. Oh, wat? Deze mag alleen. Ah, die moet natuurlijk daarheen. En deze moet dan daar. Deze moet daar. Deze moet daar en daar. En deze mag alleen daarheen. En dan hebben we deze. Die mag natuurlijk rechtdoor. Deze mag rechtdoor. En deze mag rechtdoor. Kijk. Tada. En dan dit krijg je het ook even doen. Deze mag alleen rechtsaf. Deze mag rechtsaf. Rechtdoor. Deze mag rechtdoor. En rechtsaf. Dan loopt dit hopelijk nu een heel stuk beter. Ik snap alleen niet waarom jullie hier moeten stoppen. Staat er een stopbord hier ofzo? Zat ik hier niet in één keer linksaf mag? Ja, ik weet niet meer. Volgens mij moet ik die andere nu voor aan geven. Volgens mij was dat zo. Ja, volgens mij werkte dat zo. Ondertussen zitten we bijna weer op de 60.000. Dus kunnen we ook de politie gaan plaatsen. Ik denk ook een beetje hieronder. Aangezien we natuurlijk hieronder gaan uitbreiden, is dat wat handig. Dus even kijken, want we hebben hier de brandweer. Nou, ik denk dat het een hele mooie plek is om gewoon politie er helemaal naast te plaatsen. En deze kost volgens mij 10.000, dat klopt. Dan kan ik hier eigenlijk nog wel eentje gebruiken meteen zo hier tussen. Ja, ik denk ongeveer daar. Maar ja, dat moet ook nog wezen. Mensen weer meer blij. Dan gaan we even kijken. Ik wil eerst het uitbreiden en nou dit doen. Als we dat nog in deze aflevering gaan doen. Misschien wordt het volgende week. Ik moet even kijken. Oh, dat was de verkeerde knop. Hoeveel tijd we natuurlijk voor dit hebben. We hebben deze weg gebruikt. Volgens mij wel, ja. Volgens mij kunnen we dit wel helemaal naar achter brengen. Zo. Dan moeten we ietsje ervoor. Eigenlijk is dat net nog zo gaat. Ja, perfect. Ik heb misschien een leuk ideetje, die zo. En dan 10 naar voor, 10 daar, dan hebben we een mooi bochtje. En dan gewoon weer helemaal rechts, zo die gaat. Dan moeten we even kijken hoe we dat hier gaan connecteren. Ik denk niet connecteren. Denk ik hier een rotonde is misschien niet nodig. Nee, dat is denk ik niet nodig. Pakken we die. En zo langs het water. Even kijken, ik moet deze pakken. Ik wil eigenlijk dat zo schuin doen, maar het gaat wel, gaat niet, gaat wel. Ik kan eigenlijk niet tegen dat dit zo op laag zit. Dus dan moeten we dat even ietsje omhoog werken. Zo. Dan is het maar natuurlijk gewoon wat lager. Zo. Je kunt alleen dan niet echt maar bij je luisteren. Dus het is wel grappig om gewoon al die huizen op een rijtje samen te hebben. Kijk, de huizen gaan gewoon helemaal zo. Oh. Oh. Oh shit, water. Oké, laten we dat maar niet meer doen. Dat is niet altijd zo. Kijk, stop. Oké, dus dan laat je het gewoon nog normaal. Het stoplicht moet wel even weg, want dat gaat hij voor problemen zorgen. Ja, en dan wil ik denk ik hier. Als het goed is heb je ergens paadjes. Hier zo. Deze. Ja. En dan kan je zo. Alles daar. Oh. Connecteert dat? Nee, natuurlijk niet.
Wie zit daar nou ook precies daarvoor? Een park. Dat is niet heel slim geweest. Nou ja, het zal wel. Schuin. Rechtdoor. Dan connecteert dat niet. Nou ja, doen we het toch gewoon zo. Hoppakee. Dan als het goed is, kunnen ze gewoon zo hier doorheen lopen. Hoef ik niet helemaal zo te gaan lopen eromheen. Misschien dit puntje ook nog een beetje rechtgooien. Hier zo een beetje de bochtje erin te maken. Zoals als hier zo. Ja, dat is toch een beetje een auto meteen een boulevard aan het water. Top. En dan gaan we even natuurlijk wat weggetjes plaatsen of wegen plaatsen. Ik denk dat deze eigenlijk wel kan doortrekken zo goed als. Zeker deze dan niet aan vast. Dan zo. En dan die er dan net niet aan doen. Zo, je moet natuurlijk wel iets meer ruimte tussen zitten. Zo, en dan eigenlijk vanaf dit punt zo er doorheen verder trekken. En dan die daar. En die daar, dan zet ik hem even op pauze. Ik ga nu alle elektriciteitsdingen weghalen hier zo. Ja. Zo. En zo. Hier wil ik niet al te veel bouwen, omdat je natuurlijk gewoon naast het poep zit. En dat is natuurlijk voor niemand leuk. Zo, die daar. En dan maak ik wat scheve stukjes. Wat moet je met dit dan toch? Zo. Probeer dat gaai terecht. Ik weet niet hoe ver ik dat wil doen, ik denk zo. Zo. Ja, dat ziet er goed uit. Zo. En dan kan dat denk ik wel gewoon door. Die is zo halverwege. En dan zo naar beneden, niet naast een kruispunt. Ik denk dat ik die rechtdoor laat gaan. En zo doe. En dan hierop gaan we weer daarheen. Zo, volgens mij hier. Ja, en dan daarheen. Zo, en dan afwassen een keer verder en dan die zo. Deze kan dan wel doorgetrokken worden en dan nog eentje daarnaast. Dus deze. Daar zijn natuurlijk mensen. En die zo, en dan die zo. En dan is het eigenlijk al zo goed als opgevuld. Zo. Hier misschien nog gewoon één lange weg zo ertussen. Zo. En dan daar een connectie. En gewoon daar een connectie. Zo, en dan denk ik dat we nou ja, hier een paar. Of even kijken, langs de hoofdweg hier zo. Deze hele weg allemaal verkeerde. Nee, allemaal hoge winkels. Kijk, hoe heet dat? Ja, haaien ze dus niet, dus dat is gewoon hoge winkels. Zo. Halverwege, heel deze kant ook. Ik heb zelfs niks aan de andere kant raakt. Zo. Hierboven heb ik ook gewoon een hele lange rij. Ja, en ik zag dat ik hier net een puntje had gedaan, wat niet moet. Ja. Dus dat is ook gedaan. En misschien dan hier langs het water. Ja, ik denk het wel. Zo, en dan dit vullen en dan dat vullen. En dan nemen we het erbij. En dan kunnen we de rest denk ik gewoon huizen doen. Gewoon. Zo. Ja, dan dit weg. Dat dan. Hier een beetje iets tussen doen, zodat je dat krijgt. Dit zo. Dat zo. En dan gelijk met dat. En dan hier tussen kan kantoor. Zo. Dat hele set gaat natuurlijk dus helemaal door. Daar hebben we dan ook geen last meer van. Dan zullen ze even gaan klaar waarschijnlijk omdat er heel even geen water en alles is. Maar dit moet volgens mij wel gewoon snel gaan. Kijk, als het er nu al te zeggen, er is geen stroom daar. Ja. Dat zal mijn een borst wezen. Elektriciteit zit er nu nog goed. Dus het is al te klagen van het poep is. Het poep kan nergens meer heen. Oh nee, help. Maar dat gaat natuurlijk vanzelf weg. Dus dat hebben we nu zo gedaan. Als het nu ook zozeer om water. Water moeten jullie geen probleem. Oh, water hebben jullie wel een probleem mee, zie ik nu. Wat heb ik? Oh. En we hebben meteen deze gehaald. Dus, nu ik dat toch meteen zie, zet ik hem weer even op pauze. Haal ik jouw weg en jouw weg. Ga ik denk ik hier naar de overkant verplaatsen. Ja, ik ga hier naar de overkant verplaatsen.
Deze. Ja. Daar. 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 Ik hoop dat 4 nu even genoeg is. En dan natuurlijk gewoon een weg naar de overkant. En dan pas ik gewoon wat ik kan. Pas ik er gewoon nog een pompje bij kan. Nog eens eentje. Ja, ik pas gewoon hier nog eentje. Dan hebben we hopelijk in de toekomst genoeg. Elektriciteit hebben we nu niet meer genoeg. Geld voor deze hebben we ook niet meer. Dus we moeten nog even de tijd door gaan spoelen. Hopen dat dat groeit. Water doe ik eerst even regelen. Dus daarheen. Daarheen. Zo. Die zo. Die zo. Deze. 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 En gewoon heel simpel. Die en die. Water hebben we nog geen problemen mee. Bezoek of bezoekers. Natuurlijk geen bezoekers. Inwoners zijn het. Die komen met grote getallen binnen. Dus er zal waarschijnlijk straks een hele file. Oh ja, ik zie hier al een hele file ontstaan. Hier valt het nog wel mee met de file. Dus dat is fijn. Waar je zou zeggen dat ze ook gewoon zo zouden kunnen rijden. Nee, dat is jullie. Alleen jullie hebben geen water. Het is ook nooit goed. Hè? Je kan ook gewoon water bij jullie buren lenen. Maar ja. Ik zal het wel speciaal voor jullie doen als jullie blijven zeuren. Dit gaat ook weer de verkeerde kant. Dus ik plaats gewoon nu nummer 6 ondertussen alweer. Kijk, dat is goed. Ja, kijk, crematorium. Dat is wel een. Oh, en we hebben alweer eentje gehaald. De solar. Dus de groene is meer de, naar de groene stroom. Ik denk dat ik één paadje gewoon even zo hierheen maak. Als het goed is, kan dan alles heel makkelijker. Veel makkelijker in, ja. En misschien. Wat is nice. Daar zo. En dan deze weg een beetje gaan schuiven. Ja, zit er alles nog gaan? Nee, dan zal er zo'n lelijk gewoon stuk aan komen. Zo. Dat is ook gedaan. We hebben dus 20.000 mensen al gehaald. Dus dat is lekker. En we moeten dit natuurlijk even uitbreiden. Gewoon normaal. En mogen we deze zo daarbij maken. Oh, en dat was volledig scheef. Zo, dit hoort er natuurlijk niet echt bij. Even kijken, want dit gaat nu langzaam weg. Hier zit... Oh. Ik moet natuurlijk wel gewoon elektriciteit erbij plaatsen. Is dat genoeg? Ik hoop dat het genoeg is voor jullie. Nou ja, dan kijken we zo wel even bij terug. We gaan hier nu een paar paardjes plaatsen om. Dit kan gewoon niet, dit is volledig groot. Dus jullie krijgen als eerst een mooi springkussen van mij. Tuurlijk zijn jullie er blij mee. Even kijken. Hier een beetje langs het water. Kijk, volgens mij is het een beetje een heel raar parkje. Zo. Hier nog een mooie garden in de hoek. Even kijken, hebben we nog allemaal een mooi parkje. Hier. Een Japans ding. Die kan denk ik hier op de hoek nog wel mooi testen dan. Ja. Oh. Ja. Dat is dit is City Skylines. En ik volg nou dat ik net ook eentje geplast. Die helemaal op de zijkant van muur zat. Volgens mij was het deze. Ja, ik weet niet of je hier zo graag wil spelen. Want één keer vallen en je rolt zo helemaal naar beneden. Ja. Maar het ziet er wel goed uit zo. Dus dat is mooi. Hier hebben we een beetje weer het hogere gebied. Eigenlijk langs het water hebben we het hogere gebied gemaakt. En dan hier even een klein stukje laag. En dan het ziet er goed uit. Ik zie dat we hier. Oh ja, dat klopt. Dit loopt nog goed. De snelwegen daarentegen. Ze gaan nu allemaal deze nemen. Dus dat is wel goed. Ja, dat is wel leuk. Waarom gaan jullie allemaal op één baan? Ja, omdat jullie allemaal daarheen gaan natuurlijk. Deze valt nu eigenlijk wel, ja, vooral mensen die vanaf hier komen gaan daarheen. En mensen die vanaf hier komen, die gaan zomaar. Dus dat is al een aardige file zo. Maar dat is niet heel erg. En ik denk dat het eigenlijk alweer was, mensen, voor vandaag. Dan gaan we volgende week, zal ik beloven dat we deze weg, de snelweg, hierheen gaan maken. En dan beginnen aan dit industriële gebied. We hebben bijna 22.000 mensen bereikt. Er gaan wel wat huizen kapot van. Oh, die gaan automatisch weg. Dat is fijn. Maar. Ik denk dat het was, mensen. Bedankt voor het kijken.
Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan tot de volgende keer. Later! Why self life? We run on the digit, we run on the money. We run on the digit, we run on the money. We got London on the track.